De club heeft een nieuwe trainer. Na 6 seizoenen Hugo Broos is Erik Gerrits, pas gestund met het jonge Lierse, de nieuwe sportieve baas. De kern is zwaar versterkt. De nieuwkomers heten Khalilou Fadiga, Nordin Jbari, Alexander Ilic en Thomas Daumantas. Er komen later ook nog Darko Anic, Edgaras Jankauskas en pas in maart Milan Lesniak bij. De start van club is indrukwekkend. Robert Spechar zal in november vertrekken naar Monaco, maar hij scoort in de openingswedstrijd in Gent 3 keer. Op de 6e speeldag in de thuiswedstrijd tegen RWDM wordt club virtueel leider met het maximum van de punten. 1,5 minuut nog te gaan in de eerste helft. Toch wat animo in de jongste minuten. Julio Cesar krijgt de bal niet goed weg. Mooie omhaal van Klaasens. Dit keer wel goal. Gert Klaasens al vaker de man van belangrijke goals en bevrijdende goals. Nu zijn derde van het seizoen. Julio Cesar valt over de bal. Goed ingegrepen van Gert Vrijdaar. Snel op de bal dan Sabadini. Opening voor Anic. Van der Velde er ver uit. Anic kan Jbari spelen. En hij gaat binnen. Goal van de nieuwkomer. Darko Anic. Hij brengt Club Brugge op een meer geruststellende 2-0 voorsprong. 18e minuut, tweede helft. Ingooi Borkelmans naar Khalilou Fadiga. Een enthousiaster Club Brugge na de rust. Naar de breng van Anic is daaraan niet vreemd. Daar is Gert Verheijen met de 3-0. Match beslist. Fadiga. Daar is Miletic opnieuw. Met de goede kans die gemist wordt daar door twee spelers. Nussonen en Sonk naar de bal. Goeie ingreep van de Vlaanderen. Verheijen neergehaald door Cesar. Balvoordeel voor Club Brugge. Sven Vermant. Goeie opening voor Klaasens. Misschien zijn tweede goal van de middag. Jawel, 4-0. Gert Klaasens. Einde september trekt club naar het Lisp voor de topper tegen de regerende landskampioen. Borkelmans voor Debel. En nu Anic met ruimte en die maakt meteen snelheid. Tussendoor voor Klaasens. Goed paasje van Anic. Van de Wallen was eruit en Klaasens gaat die scoren. Ja! Het doelpunt kon niet meer voorkomen worden. De 5e van het seizoen. Lierse brengt iets te weinig. Zeker weinig gevaar. Goeie draaier van Haagdoorn. Huistra haalt die bal nog om. En Verlinde. De bal gaat erin. Hazenhüttl. Verlinde niet dus. En plots staat het 1-1. Lierse had blijkbaar dat doelpunt nodig om tot vertrouwen te komen. Anic, die heeft minder nodig. Over het been van Cerneels. Strafschop zegt Van den Wijngaard en hij geeft aan dat Cerneels zijn knie strekte. Stalens binnen. 1-2 Club Brugge. Dit was Haagdoorn voor Lierse. Brokken naar binnen en een own goal. Vital Borkelmans. In de tweede helft schudt Brugge Lierse definitief van zich af. De 2-3 is van Sven Vermant. Het wordt voor de club een hele mooie overwinning. Club Brugge monopoliseert de bal. De Vlaanderen. Klaasens. Over Van de Wallen, los binnen. 2-4, het tweede doelpunt van Gert Klaasens. En daardoor komt hij op gelijke hoogte met Branko Stroepar. De competitieleider is oppermachtig. Terwijl Anderlecht bij het leven sukkelt, blazen de Bruggelingen op Sclessin standaard weg. Nu Gent Vrijen opkomend. En dat is mooi voor Borkelmans. Een liftertje en doelpunt. Nee, de bal nog tegen de lat en nu erin. Hellers. Oh, en Pens aan het trekken. Misschien was hij wel de eerste die trok en daarom de boosheid van Alexander Ilic die daar rood voor krijgt.
is wel hoogst eigenaardige beslissing alweer van Romain. De Linde. En de bal vrij diep. Fatiga. Basis voor de tweede mogelijkheid. En daar is Vrijen. 0-2. 2 minuten voor de rust. Gertje Klaasens naar Gertje Vrijen. En die scoort zijn 4e van het seizoen. We hebben spel en toch niet gevlacht en ook niet gefloten. Dus is het 0-3. Lorenzo Stales. Voor club is het al de 8e zege op rij. Zijn eerste punten verliest club pas in november, maar de concurrentie is nergens. Tegen Lokeren scoort Gert Verheijen 3 keer. Verheijen voor de 3-0. Anic met de voorzet, Verheijen met zijn 3e. 5-0 Club Brugge, de hoogste score voor club van het seizoen tot nog toe. Op de 14e speeldag houdt club Anderlecht in de tweede helft van de rangschikking. Van der Elst, steun van Klaasens, temporiseren en dan centraler naar Jankauskas. Mooie bal in de loop van Gert Klaasens. Op de rechterflank en Jankauskas door, geen buitenspel in duel met Grujic. Jankauskas tegen de lat en in tweede instantie gaat die bal erin. Gert Klaasens scoort en het is 1-0 voor Club Brugge na 8 minuten. Maar voor 80-90% op naam van Jankauskas, maar de man die er het laatste aankomt, is Gert Klaasens. Van der Elst. Verheijen, goede opening voor Anic. Wie is er mee gevolgd? Het schot van Jankauskas. En 2-0. Het veldoverwicht in een tweede goal omgezet. De 3e competitiegoal voor Edgaras Jankauskas. De match lijkt beslist. En dat is al erg vroeg. Schifo. Langs Ilic. Behoorlijke voorzet. Aarst onder de bal door Selimes misschien. Moeilijke controle. Selimes. Goal. 2-1. En we krijgen opnieuw een match. En dat is goed voor de wedstrijd. En de buitenspel nu van Jorven de Brul. Maar Erik Romein is daarvoor Club Brugge met het verlossende eindsignaal. 6e nederlaag voor Anderlecht. 10e overwinning voor Club Brugge. Dat fors stevig aan de leiding blijft in de hoogste klasse. Op Staaien sluit club einde december een fantastische heenronde af. Zonder nederlaag en met 15 overwinningen. Erik Addo aan de bal. Terwijl Sint-Truiden even met 10 moet spelen, Greg Kalisjak voor een behandeling buiten de lijnen. En Addo kan ver komen en Van der Elst kan inspelen. En die bal ging over voets en over Nijs. En daar is het doelpunt van Jankauskas. De bal is voor Sint-Truiden. Anglebert. Nu weer voor Brugge, Vermand. Moet wachten, want Fadiga stond buiten spel en Addo niet. Die kan het afmaken. Erik Addo speelt het uit en maakt het af. Mooie uitbraak van de Brugse libero. Zijn eerste goal van het seizoen. Hij was er al heel vaak dichtbij. Hij kan dus ook scoren. Club is herfstkampioen met 14 punten voorsprong op Racing Genk. Ook na nieuwjaar draait de machine gesmeerd. Tot begin maart op speeldag 25 blijven de Bruggelingen ongeslagen. Alex, go! Club is in die vroege lente weliswaar niet onkwetsbaar, zoals tegen Charleroi. Maar de ploeg geeft blijk van een grote mentale weerbaarheid. De kopbal en een doelpunt. Doelpunt Sporting Charleroi. Addo. Je zegt zoeken naar een gaatje voor club. Fadiga, die kan wat forceren. Strafschot. Een fout van Ulrich. 5 minuten van de rust. Vital Borkelmans met de gelijkmaker. Hard in het midden van de goal. Rudy Smits.
Vrijtrap richting Bronjo. Begin van de tweede helft zijn we 2 minuten gespeeld. De mogelijkheid voor Brencic. En het is zowaar een doelpunt. 1-2. Verloopt niet goed. Verloopt ook moeilijk. Moeizaam. Adiga. Klaasens. Dit moet het zijn voor Club. Gert Klaasens met zijn 12e van het seizoen. Anic. En het blauw-zwarte publiek stuurt Club naar voren. Klaasens met een duwtje in de rug. Een fout van Douai. En een nieuwe strafschop voor Club Brugge. En bij afwezigheid van de vaste strafschopnemer Lorenzo Stales. Opnieuw Vital Borkelmans achter de bal. Op dezelfde manier hard door het midden van de goal. En Club Brugge op voorsprong. 3 minuten na de 2-2 is het 3-2 voor blauw-zwart. Op de 31ste speeldag laat dichtste concurrent Racing Genk een steek vallen tegen Lierse. Club is kampioen en mag zijn titel uitgerekend op het veld van Anderlecht vieren. Tament. Ja. Dat is om problemen vragen. Ging niet snel genoeg, er werd te lang getwijfeld en dan had Van der Elst de bal. De Brul. Van der Elst. De Brul weer. Al was die bal voor Vermand bedoeld. Klaasens, Borkelmans. Vermand! De kans! Het doelpunt! En die gaat naar de kop. Dat doelpunt komt echt van nergens. De Brul en Gerrits. En Brugge in het hol van de leeuw op voorsprong. Dit had een overtreding moeten zijn. Het spel mocht doorgaan, dan kwam de voorzet van Borkelmans. Goed aangepakt en dito ingeschoten door Sven Vermand. En die van Brugge staan nu op de eerste rij om een feest te bouwen. De scheidsrechter kijkt op zijn klok, Fadiga moet niet meer. De wedstrijd is afgelopen. En door die overwinning in het Van den Stok stadion krijgt de titel van Brugge vandaag meer glans. Voor Anderlecht betekent het een slechte zaak naar Europees voetbal toe. En met dit beeld van Erik Gerrits en doelpuntenmaker Sven Vermand geven we nog mee dat Brugge met 0-1 won op het veld van Anderlecht. Erik Gerrits, je ziet er mooi uit, moet ik zeggen. Ja, ik vind het zonde al die champagne over mijn kop te gieten, want dan zijn die 2 flessen leeg. Had die beter aan die glaasjes gedaan, maar goed, de rest is op komst, hoop ik. Het record wordt neergehaald. Club eindigt met 84 punten. Op de slotspeeldag in een echte galawedstrijd tegen Sint-Truiden trakteert de ploeg de eigen supporters nog op de ruimste zege van het seizoen. De 6-0 is een perfecte illustratie van het overwicht van Club in dat hele 11e kampioenenjaar. Een uur later al krijgt de ploeg een grootse hulde op de Brugse Grote Markt. Wie is de kampioen van België? Waar gaan we zaterdag naartoe?